Welkom bij de nieuwjaarsboodschap van de VER, de Vereniging Elektrische Rijders. Mijn naam is Vincent Everts. En allereerst, we hebben 1908 leden en we willen 2000 leden hebben. En wil jij een dagje rondrijden in die Model X? Ik verloot een dag mijn nieuwe Model X rijden als je op een gegeven moment leden aanbrengt. Dus iedereen brengt leden aan en dan verloten we daar één dag gratis met de Model X. We gaan even kijken wat het nieuws is van de VER in 2016. Ja, ik ben Erik Beers, voorzitter VER en we hebben wel even afronden van 2016. We hebben een prachtig jaar gehad met goede activiteiten. Onder andere, we zijn bij Tesla geweest, we hebben bij Eneco hebben een fantastische happening gehad. Bij Fastnet hebben we een goede happening gehad. We hebben gelobbyd aan alle kanten en daar zullen mijn collega's straks nog even verder op terugkomen. Maar wat dat betreft veel activiteiten en we hebben onze naam bij BNR en bij Radar overal laten horen. Ik ben Koos Burgman en ik ben meeverantwoordelijk voor de lobbygroep bij de VER. En de VER heeft dus een hele goede lobbygroep die bekijkt wat er in Nederland allemaal op het gebied van elektrische voertuigen moet gaan gebeuren. We hebben contacten met alle Kamerleden die op dit punt actief zijn. We hebben natuurlijk de motie Vos gehad, we hebben de motie Groot gehad. Je ziet dat de Tweede Kamer begint te bewegen op het punt van elektrisch rijden. Want het moet allemaal schoner worden voor het milieu, het moet allemaal minder CO2-uitstoot worden, want het klimaat wordt bedreigd. Dus de elektrische auto gaat een enorme ontwikkeling doormaken en de vraag is hoe ver wil de politiek nog gaan om die zaak te versnellen. Daar hebben we ze moeite mee om het echt te versnellen. Dat zie je ook wel. Dus het is een taai gevecht. En volgend jaar gaan we dan weer verder. Er zijn verkiezingen op komst. De samenstelling van de regering gaat natuurlijk veranderen. En dat biedt weer nieuwe kansen voor het elektrisch rijden en voor het nieuwe beleid. Nou, mijn naam is Ellen Hiep en ik ben bestuurslid ook van de vereniging. We hebben het afgelopen jaar, vind ik, echt precies met de goede... Ik mag het nog even over. Want ik, nee, Mijn naam is Ellen Hiep. Zijn wij eindelijk als ledental zijn we eigenlijk verdubbeld. Van 1000 naar bijna 2000. We zijn dus ook op zoek naar die 2000ste. Nog voor het einde van het jaar. Wij hebben, vind ik, wel ons met de goede dingen ook bezig gehouden. We hebben bijvoorbeeld bij Fastnet hebben we het echt gehad over de ontwikkeling op het gebied van snelladen. We zijn bij Eneco geweest om te kijken over die stroomvoorziening, zonnecellen. Want het gaat natuurlijk om elektrisch rijden, maar ook om schone energie. We zijn bij Tesla geweest om ook ons bezig te houden met de nieuwste modellen. We hebben ons ook internationaal verenigd. We zijn zustervereniging van de allergrootste vereniging elektrische rijders in de wereld. Dat is de Noorse vereniging, ons grote voorbeeld. En we hebben ook contacten gelegd in Californië. Daar is er ook in Californië. Vereniging van elektrische rijders die met ons wil koppelen. Dus eigenlijk al met al vind ik dat we ontzettend electrifying bezig zijn geweest. En we zijn dat, nou ik vergeet het bijna te zeggen, maar we hebben dus een maand lang rondgereisd met de elektrische motorfiets van de storm. Van het Storm Eindhoven tech TU team. Dus erg elektrisch dit jaar. Wordt nu allemaal lid, breng leden aan. En breng leden aan jongens, wordt allemaal lid. En win deze gratis jaar. En nu heb ik nog een vraag voor jullie. Jongens, we hebben het goed gedaan. We zijn overal in de media geweest. We hebben goed gelobbyd. Veel evenementen georganiseerd. Veel vragen beantwoord. Bij gemeenten zijn we bezig geweest met lobbyen. En wij willen alleen nog boven die 2000 leden komen. We hebben nog 100 leden nodig. Als je nou gewoon eventjes zegt, mensen die geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden. En dat wij gewoon die rijders en die geïnteresseerden bij elkaar brengen. En dan als beloning krijg je gewoon een dagje die Model X mee. Dus ga naar je buurman, ga naar je vrienden. Breng 1 of 2 leden aan. En zorg dat je gewoon die Tesla een dagje meeneemt. En help ons om boven die 2000 leden aan te komen. Want dat hebben we gewoon even nodig. Dat willen we gewoon even bereiken. Hele fijne kerstdagen, hele fijne feestdagen. En we zien jullie volgend jaar weer.